Hallo, welkom bij een nieuwe video. Je ziet het al, het goed. En weet je waar ik ben? Ik ben in Assen. Hier ben ik dus volgens mij een half jaar geleden ook geweest. Ik had een afspraak vandaag in Assen en ik dacht, laat ik gelijk van dit gebruik maken en hier een paar kringloopjes bezoeken. Dus ik ga op zoek naar wat mooie parels in Assen. Ik hoop dat ik hele mooie dingen tegen ga komen. Lekkere kleurtjes allemaal. Nou, creatief met petjes. Oude V&D, 24,95. Dit is dus wel echt leer, joh. Echt suède. Heel mooi. Nou, dat leren jasje. Maat 46. Maar het is niet mijn stijl, maar ik vind het wel een heel tof ding. Nou, wie weet van jou. Ik hoor vaak mensen zeggen inderdaad wel hoge prijzen. Dat is natuurlijk ook wel zo. Wat een leuke laarzen dit. Kijk even, deze zijn ook te gek. Kleine maatjes, maar heel leuk. Hele mooie kleur blazer dit. Ik heb een pakje van, maar dit is wel heel leuk om te customizen. Hele mooie kleur. Heel mooi jasje. Een leuk shirtje, kijk, van de HEMA. Wat een leuk jasje dit. Heel grappig. Nou, het is helaas te klein, maar wel een heel grappig ding. Echt geweldig jasje dit. Kijk hoe tof. Staat in maat 44. Ik ben bang dat het te klein is. Maar heel mooi. Wat een hoop vrolijkheid hier. Heel veel printjes. Is wel heel leuk. Dat is een heel mooi topje. Een leuk merk van de Bonnebachte. Ik heb twee hele mooie blazers gevonden. Prachtige wollen bruine. Zou ze kunnen lenen om te customizen. En kijk even deze, hoe leuk. Met een streepje en mega groot. Dus I love it. Ietsje te klein, jammer. Oh, lekker, deze is wel heel groot. Ja, die vind ik helemaal leuk. Leuk, leuk met zo'n streepje. Leuk dit met een denim.
zo'n leuke do-it-yourself zijn met dat jeans kussentje. Leuk, leuk, leuk. Aven mijn knopjes. Allemaal dezelfde, hè? Zeg maar. De keer dat ik toen was, hadden ze een heel tof, zo'n 50s bankstel. Oh. Het is dat ik het toen niet kwijt kon, anders was ik echt teruggekomen om op te halen. Daar zit ik op een hele grappige stoeltjes, die. Heel leuk. Ja, dat heb ik allemaal niet meer nodig van huis. Nou, hier is iemand heel creatief geweest. Dit. Kijk eens. Het zou ook nog dezelfde makers zijn. Hè? Mijn tasje goed gevuld. Nee, ik heb twee dingetjes. Maar leuk. Kijk of ik nog eentje in de buurt doe. Een ander zal toch richting huis rijden. Dus toch nog een 3 uur durende rit, hè. Ja, even checken wat ik vind. Wat heb ik allemaal meegenomen van het goed? Nou, in deze tas zit het. Check even mijn TikTok. Ja, daar is deze oude dame ook aanwezig. Nee, grapje. Maar die ging dus helemaal, die gaat het gewoon helemaal goed. Ook op Insta deed deze het heel leuk. Het is een leuke doetje zelf. Dus deze tas kan je inderdaad even checken. Maar wat zit erin? Niet heel veel, want ik heb twee dingen. En namelijk één is deze. Kijk hoe geweldig. Oh, I love it. Nu heb ik spijt dat ik die witte niet meegenomen. Maar er zat een kind. Ja, die had hem al vast. Ik kan slechts dat hele ding uit je handen trekken. Nee, ik vind de rode sowieso leuk. En ik ben normaal niet van team zilver. Maar bij dit vind ik het wel heel erg grappig. Gecombineerd met andere Prolaria kettingen. Oud heb ik al heel lang in mijn styling kit, zeg maar. Dat ik denk, my god, ik heb echt spullen van jaren fotografie en ga zo maar door. Oudje van Primark en een oudje van Zara. Nee, van H&M. En dit is een heel erg oudje, een vintage goed. Lijkt wel inderdaad op die Western van Texas, maar dat is het niet. Is een andere. Maar goed, oh ja, deze tas. Ja. Leuk, leuk, leuk. Ga even checken, ben ik wel benieuwd wat je ervan vindt. Hey, wat hebben we erop meegenomen? Ja, deze. Deze blazer. Oh, trouwens, dit kettingje kostte €1,99. Alle kettingen volgens mij zijn €2 daar, dus €1,99. En ik heb deze blazer meegenomen voor €8,99. En wat ik zo leuk vind is inderdaad het streepje. Dus hij is ecru. En heel lekker materiaal. Het lijkt wel een soort jersey-achtig. Heel fijn materiaal. Heel mooi afgewerkt. Heel netjes, helemaal netjes, nog helemaal nieuw. Dus een hele goede aanschaf gedaan. Ik zag sowieso wel veel leuke dingen. Sommige passen niet, maar het is altijd te gek om gewoon lekker dingetjes even aan te trekken en te voelen en te beleven. En dat vind ik altijd het leuke eraan. Dus als je het goed, ja, die kende ik al. En ik vond het heel leuk om daar weer even terug te zijn. Ik ben nu bij Goudgoedlood. Het is toch nog even in Assen. Die zat namelijk heel dichtbij, dus ik ga even snel een kijkje nemen. Oh, ik zie hier ook liggen dat heils, maar ik weet niet of dat ook een winkel is eigenlijk. Zou ik even kunnen checken? En anders ga ik gewoon even alleen met deze winkel even kijken. Oh ja, hier waren al die kleding gelijk bij de ingang. Ik wist het nog niet meer. En het was onduidelijk met die prijzen en zo hier. Dat weet ik nog wel van de vorige keer. Nu is het weer onduidelijk. Kijk of ik nu wel een bordje ergens zie. Wie kent deze nog? Nou, dit was echt dé hit toen ik op de middelbare school zat. Had iedereen zo'n rugzak. En ik vind het echt nog knap dat hier niks op stond. We schreven er allemaal teksten op met stiften, noem maar op. Erg leuk om zo'n rugzak weer eens te zien. Blijft hele goede kwaliteit, heel sterk. En dat voor €2,50. Oeh,
Oeh, die kapstok is wel heel leuk. Maar ja, dan denk ik, wat zet ik dat ding dan? Het zou op mijn kledingkamer leuk zijn, maar geen plek voor. Heel leuk. Helaas geen prijsje op. Deze jurk, geweldig. Ik heb iets gescoord. Die hele leuke kopjes. Ik denk sowieso leuk voor een kopje soep. Of voor een lekkere latte. Want ik ben altijd de kinderkoffie. Met veel melk, een beetje koffie. Dus heel leuk geslagen. Altijd toch wel een leuke winkel. Dit is wel echt zo'n struinwinkel. Dat je denkt, ik kom wel altijd wel iets tegen. Ik ga nu toch denk ik richting huis. Mocht ik zin hebben, zou ik nog een pitstop kunnen maken. Misschien bij Zwolle ergens in de buurt. Ik ga het even checken. En wat tover ik uit mijn tasje wat ik heb gescoord bij Goud Goed Loods in Assen? Dit. Ja, dat heb ik ook niet genoeg. Je kan nooit genoeg bekers hebben, toch? Die wat ik op het laatst liet zien. Inderdaad. Te leuk. Die man heeft... Sorry voor mijn knisperen knas. Maar dat is heel goed ingepakt. Zal je laten zien dat ik het hier nog anders heb. Hoe leuk is deze beker? Oh ja, het is eigenlijk een soepkom. Maar eten en koffie gaat dit ook heel erg goed zijn. Maar I love it. Zo'n Asian, Japanse stijl vind ik dit. Chinese stijl. Erg leuk. De kleurencombinatie is fantastisch. Dus leuke, ja, leuke bekers. Voor 1 euro per stuk. En uiteraard heb ik er nog eentje van. Dus kijk even hoe leuk deze zijn. Nou, een kopje, een oortje en elk oor. Hey, heel blij. Hoezo, I love printjes. Nee, leuke score. En dat vind ik dus ook altijd toffe. Het maakt eigenlijk niet uit of je überhaupt met iets thuis komt. Hoe groot iets moet zijn, maakt ook niet uit. Oh ja, je hoort trouwens, mensen zijn hier natuurlijk over aan het werken. Dus ik kan er bijna niet omheen filmen. Maar als je scoort, heb je een leuk iets. Ook al is het iets kleins, iets groots, een ketting of ga zo maar door. En dat maakt het toch wel heel erg leuk. Want ik zat me pas te bedenken, waarom kringloop ik nou eigenlijk? En het heeft toch echt te maken met het stukje, ja misschien is het wel gokken. Dat je kan spelen, hè? Je weet niet wat je tegenkomt. Want anders zou je ook nog wel gewoon kunnen gaan winkelen. Want dan weet je gewoon, daar ga ik naar op zoek. Nu laat ik mij echt verrassen wat ik dus tegenkom. En dat vind ik dus zo ontzettend leuk. Dus inderdaad, misschien wel een stukje gokken, prijs kan hebben en daarmee heel blij kan zijn. Dus dat is voor mij voornamelijk het stukje kringlopen. Daarnaast natuurlijk, er is al zoveel. Hè? Het stuk, ja, is het duurzaam, weet ik niet, want ik koop ook gewoon nieuwe dingen. Maar er is al zoveel, dus dat vind je ook wel heel leuk. Zoals dit vind ik te gek om dat tweedehands te kopen, maar ik vind het ook leuk om het nu te kopen. Dus dat maakt voor mij niet zo heel veel uit, maar ja, het struinen. Maar als het dan gaat om kleding en ook natuurlijk interieurdingen, is de kwaliteit natuurlijk vele malen mooier, beter en je hebt unieke items. Dus de kans dat je inderdaad identiek die wederkeer tegenkomt, die kans is zeker aanwezig. Maar het is maar een hele kleine kans. Of het staat nog bij iemand thuis. En hetzelfde geldt voor kleding. Je weet nooit. Hè? Tuurlijk kan je iemand tegenkomen met precies hetzelfde item. Maar het gekke is gewoon het unieke. Dat vind ik echt voornamelijk. Dus, en het gokken, het kan spelen. En het unieke, het mooie kwaliteit. Dat vind ik vooral belangrijk. En daarom hou ik zo van kringlopen. Toch een pitstop. En misschien nog wel een pisstop. Nee, ik zag nog dat het goed bij Hoogeveen zit. En ik kom daar ook letterlijk langs. Hoogeveen is gewoon op de snelweg. En was wel nog ongeveer
kilometertje of 4 of zo er vanaf. Ik denk, dan ga ik toch wel even een kijkje nemen. Dus ik heb wel van zin om hier te struinen. Het goed, Hogeveen, here I come. Hier is trouwens heel veel parkeergelegenheid, dus dat is wel handig. Ah ja, over dat plassen gesproken. Iemand zei, kun je steeds aangeven als het op een toilet is? Maar bij het goed is het sowieso altijd. Wat ziet dit er gelijk leuk uit. Kijk even. Leuk poefje. Het is ook echt te gek, hè, dit ding. Dit is een beetje vies, maar wel heel leuk. Dit is ook heel mooi. 20 euro. Love, love, love. Allemaal leuke vintage dingetjes. Ik heb hier ook een leuk klokje. Ik vind dit tafeltje oprecht heel leuk. Heel mooi. Oh, ik zie dat ze hier ook een koffiecorner hebben. Kan ik dadelijk gelijk een koffie voor onderweg meenemen. Lekker. Oh mijn god, dit heb ik van de communie. Ja, die heb ik zelfs nog ergens thuis liggen in een doos. Die kreeg je dus toen ik de communie deed. Ik moet je wel zeggen, dit is echt een hele leuke winkel. Heel mooi, heel ruim. De prijzen vallen ook mee vergeleken met Nel en Astra. Maar gewoon, ik was heel blij van heel veel leuke, mooie dingen. Net al het begin meteen met vintage, echt antiek. Leuke winkel. Het is tijd voor koffie. Oh, deze vind ik leuk, die bordjes. En er zit ook een hele grote bij. Dit is leuk van Moins Color. Ik ben echt blij dat ik hierheen gegaan ben. Wat een leuke winkel. Nou, Hogeveen het goed. Ik vind het echt, er zijn ja, gewoon leuk, verrassend, mooie dingen, goede prijzen. Kijk hoe schattig dit is. Enig. Ik zie een heel toffe lamp. Ja, kijk. Dit is hem. Alleen dit vind ik, dat hout vind ik niet zo leuk. Ja, de voet zelf ook niet echt. Maar ik vind dit heel leuk. Die kap. Oké, om hem compleet te maken kan je die erbij doen. Het is van hetzelfde steltje. Ik zie een hele leuke voet van een lampje. Kijk, grappig. Nou, qua lampen kan je hier lol. Qua prijzen is echt onwijs goed hier. Echt lage prijzen. Ja. Ja, de lelijkste stoel van hier, denk ik. Oh, geweldig kinderbed. Kijk dit aan. Hoe leuk. Ik kom hele mooie plantenzaal tegen. Echt heel mooi. Maar wit, ik weet niet of dat voor mij iets is. Ik zou hem natuurlijk zwart kunnen spuiten. Ja. Die zijn ook heel leuk. Even een kijkje nemen bij de kleding. Wat ze hier allemaal hebben. Alles zoek op maat en op kleur. Ik ga het even struinen.
is fading fast from this old town guy. Nog helemaal nieuw deze. Echt Donna Karen thuis. Heel leuk, 20 euro. Ik zie ook een echte Valentina. Qua kleding vind ik het allemaal te nieuw. Ik zie weinig vintage hangen of zo. Wat zie ik hier? Dat is wel een grappig stofje. Gerry Weber. Ik zie wel een hele mooie parel. Dat voelde ik heel zwaar aan. Ik denk ook wel echt zilver dit. Ik kan nooit genoeg parels hebben. Nee, dames niet zoveel. We gaan even bij de heren kijken. Heel leuk jasje dit. Ja, dit is wel echt heel suède en vintage. Nou, dat is een wc, dus voordat ik naar huis ga, nog even hierop. Ik had geen koffie, want ze hadden alleen maar gewone melk. Wel ben ik wat vocht kwijt. Altijd handig als een toilet is. Nu op weg naar huis. En ik heb nog ruim 2 uur te gaan. En wat ik natuurlijk allemaal gekocht heb, zie je wel allemaal thuis. Dus nu als een speer naar huis, hopelijk voor de files thuis. Het goed in Hogeveen. Applaus voor deze winkel, want ik vind het echt een superleuke winkel. Mooi ingericht. Dat vintage stuk waar je binnenkomt, je wordt gelijk aan die beleving getrokken. Onwijs te gek. Goede prijzen ook. Alles netjes en hele mooie items. Ook hier heb ik iets meegenomen in mijn tasje. En dat is namelijk, ja ik zei het al, hier kun je er nooit genoeg van hebben. Toch? En dit is inderdaad een mooie zwaardere. Ja, het is niet echt zilver, maar het zijn wel echt zwaardere parels. Dus het is geen plastic. Dan vraag ik me wel af wat het dan wel echt is. Gekweekte parels waarschijnlijk. Ik weet het niet. Misschien hebben jullie er verstand van. En zou je iets herkennen. Maar leuk. Layering. Heel veel parels bij elkaar. I love. Kijk, nu heb ik natuurlijk gekozen voor dit. Maar ook hier hadden gewoon parels bij gekund. Dus als je denkt van, ik heb iets heel stoers. Kan je dat gewoon met een truttige parel helemaal fashion maken. En dat is ook eigenlijk het leuke spel van stylen. Weet je, het is niet wat je draagt, maar hoe je draagt. Daarom word ik altijd zo heel erg blij van ja, elke dag weer een nieuwe combinatie te maken. En dan denk ik van, oh ja, dit had ik ook nog niet bedacht. Heel leuk. En dan waarschijnlijk blijft het gewoon bij 1 keer en doe ik het niet nog 1 keer. Maar dat vind ik gewoon heel leuk. Net als, weet je wel, je creëert iets. Het is een kunstwerkje voor die dag. En het hoeft natuurlijk niet voor altijd te zijn. Ik ben wel benieuwd of jullie dit ook wel eens doen. Dat je jezelf eens uitdaagt om een hele nieuwe creatie te maken om iets te dragen. Of draag je nou eigenlijk altijd wel dezelfde combinaties kan ook. Dat kan ook veiligheid zijn. Dat je denkt, hé, ik weet gewoon, dit is een mooie combinatie. Dat trek ik ook aan. Ook ik denk bij goede combinaties van, hé, dit is een goede, die ga ik erin houden. Die ga ik zeker nog een keer dragen. Maar goed, dus de parel, die heb ik. En weet je nog dat ik met Eva Brouwer op stap ben geweest in Rotterdam bij de Kringloop? Zij heeft dus een strandhuis. En toen had ze een heel foei lelijk ding voor in huis gevonden. Wat zij helemaal passend vond met schelpen en lavendel. Nou, een cadeautje voor haar. Ik ga haar sowieso in mei zien, want ze gaat een hele leuke seminar geven. Dus dat krijg ze sowieso misschien zeker nog eerder. Maar kijk even, dit is gewoon het zusje ervan. Ik denk dat ze hier heel blij mee is. Dus ik hoop niet dat ze deze video ziet. Want dan weet ze al dat ze hem krijgt. Maar soms denk je, ja, dan moet je dit gewoon meenemen. En dan koop je het net voor iemand. Dus vast leuk cadeaupapier. Deze ga ik goed bewaren. Dus leuke items. Te gek dat ik in de gelegenheid ben, als ik een afspraak heb elders, om het gelijk te combineren met wat kringloopt. Zo maak ik het aangename, hè, combinatie met het onaangename, met het aangename. Alhoewel, die afspraak was ook superleuk. Maar zo kan ik ook nog leuke content maken. Dus onwijs te gek om in het noorden te zijn. Nu noem ik het wel het noorden. Was echt bijna hoger, kan je niet zijn, hè. Groningen, Assen en dan beneden Hogeveen. Te gek. Leuke lieve mensen, mooie winkels. Love. Kom zeker nog een keer terug. Maar thank you allemaal voor het kijken. Ik heb genoten, ik hoop jullie ook. En ik zou zeggen, tot snel weer. Bye!